Ja, Brilido, dit is toch wel eens een keer lekker. Ja, dit is zeker lekker, ja, zo'n overwinning. Had je het ook verwacht van tevoren dat je in ieder geval de koploper moeilijk zou kunnen maken? Nou ja, je weet natuurlijk dat de goede ploegen staan niet voor niets eerste natuurlijk, titelkandidaat. En ja, ze komen hier naartoe en dan denk je wel van, ja, we moesten ons borst nat maken, maar ja, we hebben het goed gedaan. Wanneer kwam het idee bij jullie in de ploeg van, hier is wel iets mogelijk tegen VVV? Je komt eerst 1-0 achter, maar wanneer kwam het idee van, misschien dat we hier niet eens hoeven te verliezen en misschien nog wel meer? Ja, we kwamen gelijk terug natuurlijk met Joël en toen kregen we natuurlijk weer gelijk een goal tegen. En toen schoot Jordi hem binnen, toen ging het rusten met 2-2. Ja, en daarna ging het op en neer. Hun kregen kansen, wij kregen kansen. Ja, en uiteindelijk werd het 3-2 volgens mij, ja. Wij kwamen voor. En daarna, ja, schietend. Schoot wel eens binnen. En dat is mooi natuurlijk. Het werkte ook vooral bij de 4-2 dat er een grote opluchting was. Dat er echt een soort druk van jullie afviel. Ja, klopt. De druk is eraf dan natuurlijk. 4-2 nog, was in de 90ste minuut volgens mij. Ik kwam met 3 minuten bij. Ja, dan was gewoon heerlijk. Dan is de druk eraf. Dan voetbal je, ja, dan voetbal je de wedstrijd gewoon uit. En dat deden we goed. Was het uiteindelijk na afloop in de kleedkamer? Ik kan me voorstellen dat als je op een gegeven moment zo'n wedstrijd wint van de koploper, dat het wel een groot feest is. Ja, iedereen is blij. Ja, iedereen is vrolijk. Ja, gewoon iedereen is vrolijk, ja. Hou je dan ook nog een schuin oog? Misschien tijdens de wedstrijd niet, maar is het dan het eerste wat je dan na de afloop ook vraagt? Wat doet Achilles? Ja, wij winnen. Dus ja daar natuurlijk. Na de wedstrijd vraag je wel wat heeft Achilles gedaan. 3-3 gespeeld volgens mij. Dus ja, wij hebben het prima gedaan. Niemand had het verwacht. Dus we hebben gestunt. Mooi. Uiteindelijk, ik zei het ook tegen Girard, voor het eerst een trainingspak aan. Dat lijkt ook wel iets te zijn wat misschien zijn uitwerking heeft. Ja, die houdt hij aan, denk ik, ja. Gaat hij vanavond nog mee uit? Daar slaapt hij in, denk ik. Het is ook wel lekker, toch gewoon ook eventjes, het geeft ook, zeker ook het vertrouwen komt daar wel weer terug. En je hebt ook zoiets van, als we van de koploper kunnen winnen, dan kan je van iedereen winnen. Ja, maar wij hebben dat heel het seizoen al. Wij winnen van iedereen, wij verliezen van iedereen. Dat is al heel het seizoen zo. En ja, we hebben nu met het heel team gestreden ervoor. En ja, dan zie je toch dat je dit neer kan zetten tegen een VV Venlo. Wat een heel goed seizoen speelt. Wat is nou uiteindelijk vandaag wat het verschil maakte tussen Dordt en VVV? Ja, we wilden elk duel winnen. We werken echt als team. We hebben echt een teamprestatie neergezet en dat hebben we goed gedaan, vind ik. Is het ook iets waar je dan na afloop ook nog over praat met elkaar of is het alleen maar feest dan? Nee, tuurlijk niet. Je zegt wel teamprestatie. Het was ook een goede sfeer. Iedereen was ermee bezig. Iedereen was gefocust. De wissel. Da Cruz die natuurlijk invalt. Ja, fantastische invalbeurt natuurlijk. Scoort meteen. Ja, iedereen was gewoon, top. Ik merk het ook vanaf de kant. Wij zeiden op de tribune ook tegen elkaar van je ziet dat ze het voor elkaar opnemen. Dat als er een bal wordt verloren, staan er gelijk twee klaar om er bovenop te knallen. Dat, ja, als dat iets is wat je mee kan nemen als ploeg, dan kan je misschien wel wat leuks gaan doen. Dan ga je nog heel veel wedstrijden winnen. Als we deze instelling houden, dan gaan we heel veel wedstrijden winnen. Daar ben ik van overtuigd. Uiteindelijk nu even een rustigere periode en dan Helmond. Nu even Feyenoord wegspelen en dan Helmond uit. Ja, dat is aan de woensdag, hè? De benefietwedstrijd. Ja, leuk. In de Kuip even een pak slaag geven. Je zegt het ook echt zo met een grote grijs. Dat is toch mooi in de Kuip spelen, hè? Ja, tuurlijk. Ik ben zelf ook Feyenoord natuurlijk. Ja, ik vind het fantastisch. Een kleine droom die uitkomt, zeg maar. Je hebt iemand die je weet aan ervaring hoe het is om daar te spelen. Ja, dat klopt, ja. Maar het is wel natuurlijk zo'n, hoe noem je dat, benefietwedstrijd. Ja, dus dat is wel, misschien, ik weet niet hoe druk het is of zo, maar het is altijd mooi als je in de Kuip mag spelen natuurlijk. De Kuip is altijd druk. Altijd druk, dus dat is mooi. Veel plezier er was. Dankjewel.